Deze hele week blikken we vast vooruit naar de 35e editie van Parkpop, het grootste gratis openluchtfestival van Europa. Het is een verraste toevoeging aan het programma van Parkpop, Frans Bauer. Aanstaande zondag zal de zanger van het levenslied zich ook van de andere kant laten zien. Een stukje levenslied, maar aan de andere kant probeer ik ook wel verrassend te zijn. Dus dat gaat echt van meezingen tot aan een eigentijdse salsa, tot aan misschien wel Ramstein. Du hast me. Du hast. Onze stad is geen onbekend terrein voor Frans. Ik was een jaar of 8 en toen kreeg ik mijn eerste geluidsset. En dat werd gekocht bij een winkel, dat heette Servaas. En daar kocht ik mijn eerste muziekinstrument en dat was echt een Haagse winkel. En daar heb ik... Dus wij hebben er gewoon voor gezorgd dat jij nu... Voor zorg gedragen dat ik mijn eerste geluidsset kreeg. Dat ik daar de hele familie mee oversturen heb gemaakt. En toen is eigenlijk vanaf dat moment alle ellende begonnen. Draai maar lekker in het rond. Benieuwd geworden naar het optreden van Frans? Zondag zat de zanger om 6:50 op de Parkpop stage. Wil je backstage kaarten winnen voor Parkpop? Kijk dan op onze website denhaagfm.nl.